Cool Abdul komt er aan 15 oktober in het Fops Filmfestival van Gent. Superleuk dat we daar in première mogen gaan. Het gaat over Ismaël. Abdul, die een bokser is, die superbekend ook is in Gent. Dus het zou jammer zijn moest dat niet daar zijn. Ik speel het lief van Ismaël, gespeeld door Nabil. Het is een boksfilm, maar ik vermoed dat er dan ook een liefdesverhaal doorheen geweven is. Ja, zeker. Mijn personage bokst niet. Ze is een basketter. Heb je daar zelf voor moeten basketten ook? Nee, er is één basketbalscène en dat is een stand-in geweest. Het was niet genoeg tijd, denk ik. Maar die twee hebben ook in het echt, Charlotte heet die, het lief van Ismaël, of de vrouw van Ismaël eigenlijk, die hebben elkaar leren kennen. In de uitgang eigenlijk. Hij was een goede uitgaander en hij was buitensmijter. En zo hebben we elkaar leren kennen. Heb je de echte Charlotte dan ook leren kennen? Ja. Superleuke madame. Heb je daaraan gespiegeld? Nee, totaal niet. We hebben wel een beetje proberen weg te trekken van zo de realiteit, omdat het anders te moeilijk is of zo, denk ik. We hebben zoveel mogelijk dingen proberen doen, wat dat Ismaël ook. Het is ook echt zijn verhaal en zo. Maar het liefdesverhaal en zo is wel iets fictioneler geworden. Wat komt er hierna aan voor u? Ik ben aan het schrijven aan mijn eigen serie, die No Hard Feelings heet. En ik ga dat vooral echt heel, heel, heel intens doen. Waar gaat die over? Ik ga daar nog niet te veel over vertellen. Wat heb je ondertussen opgenomen? Dat is eigenlijk juist uitgekomen, Storm Lara. En dat is wel tof, want dat heeft heel veel positieve reacties gekregen en heel veel mooie recensies. Dus ik ben heel blij daarmee. Dat was ook heel leuk om te doen. Ik speel daar Suzy, iemand die Lara, gespeeld door Ella Leijers, zij is radiopresentatrice, die inbelt en die een eitje te bellen heeft met Lara. Maar niet in beeld komt. Nee, nooit in beeld komt. Cinevox.